tussen gemeenten, bouwpartijen, woningcoöperaties, installatiebranche en ook architecten. En het sterke daarvan is de samenwerking. Bouwers werken regionaal, installatiebranche werken regionaal. Als je dat samen doet met elkaar en je maakt er afspraken over en je wisselt ook kennis uit, nou dan sta je gewoon ook sterker en krijg je meer voor elkaar dan dat je als individuele gemeente dat doet. Het onderscheidende is wel dat we een betaalbare, duurzame, milieuvriendelijke woning hebben gebouwd die bereikbaar is voor onze huurklasse. We monitoren nu de meterstanden iedere maand, dat is nu bijna een jaar. En er zijn er een aantal die zelfs negatief produceren, dus geld winnen door hier te wonen. Nou, dit is het hart van het huis. De luchtwarmtepomp die voor warm water zorgt en voor verwarming. Het is gewoon heel ideaal om hier te wonen. Sowieso de regio, de omgeving is echt fantastisch. En het klimaat binnen, ja, ik ben alleen maar voor 300% tevreden. Wij geloven, wij vinden dit een toekomstwoning voor Nederland. Ja? Ons bestaand bezit is natuurlijk wat minder in kwaliteit duurzaam gezien. Daar hebben we nog een hele opgave. En wij vinden dat we alles wat we nieuw bouwen dus een hoge prestatie moeten leveren. Zodat deze woningen ook toekomstproof zijn. Hadden dringend behoefte aan een actueel kader voor duurzaam bouwen. Niet alleen voor de nieuwbouw, maar ook voor de bestaande voorraad. Wij zagen als gemeente dat we dat niet alleen moeten doen, niet alleen kunnen doen. Wij willen samenwerken met de woningcoöperaties en met de bouwbedrijven. En in gezamenlijkheid weten wij zeker dat wij heel veel komen op het gebied van duurzaam bouwen. Zie hier het groene akkoord, wat we vorig jaar in april hebben ondertekend. En daaraan ging vooraf een proces een jaar lang. Trainingen verzorgen, in een projectgroep de zaken afstemmen. In een projectgroep zaten gemeenten, corporaties en bedrijfsleven. En na de ondertekening van dit groene akkoord zijn we ook intensief aan de slag gegaan om het binnen de achterban verder te brengen. Het onderscheidende van dit groene akkoord is dat we met elkaar hebben afgesproken. We nemen zelf de handschoen op. We gaan zelf zorgen dat het steeds beter gaat worden. Dat we onze woningen steeds beter op een energiehoog niveau gaan krijgen. Dat doen we voor ons vanuit onze maatschappelijke opgave. Maar dat doen we ook vanuit noodzaak om de betaalbaarheid voor huurders beter te krijgen. Ja, op deze manier kunnen wij als bouwers nu eens echt laten zien wat we in huis hebben. We hoeven niet te voldoen aan regels, maar worden we getriggerd op onze ambitie. En in deze tijd willen we allemaal graag de beste zijn. En daar hebben we als bouwbedrijf nu een schitterende uitdaging voor. Ja, de missie is dat wij uiteindelijk de woonconsument mee weten te krijgen in deze ambitie. We doen het niet voor onszelf, maar voor de woonconsument. Dat is ook de moeilijkste opgave. Als wij erin slagen om de woonconsument mee te nemen in deze beweging en de woonconsument duidelijk kunnen maken wat het nut hiervan is, dan zijn we echt in onze missie geslaagd. In deze wijk worden woningen gesloopt, opgeknapt, woningen nieuw gebouwd, woningen verkocht. Er zit bloksplitsing in, allerlei acties komen hier samen. Ja, deze woningen worden opgeknapt met ongeveer 3 labelstappen. Bij deze woning hebben we dus complete woningen ingepakt en een complete nieuwe schilder omheen. Nou, wat het bijzonder maakt is dat wij als corporaties elkaar opgezocht hebben. En met elkaar proberen de kennis te delen die we als corporaties hebben, positief en negatief, waardoor wij gewoon veel meer vooruit kunnen komen dan we op individuele basis kunnen doen. Dat zijn bijeenkomsten met diverse onderwerpen, soms financieel, soms praktijkgericht. Dus de verschillende disciplines binnen een organisatie als een woningstichting, die spreken zeg maar de bijeenkomsten aan. En je kijkt echt in de keuken van andere mensen die op dit moment al met thema's bezig zijn. De kennis die we uit die bijeenkomsten halen, die gaan we delen. In de vorige situatie had je een aantal koplopers die op het thema energie heel bewust bezig waren. En je had heel veel mensen die in het peloton zaten en aan het afwachten waren. En je had ook de nodige achterblijvers.
Nou, waar wij proberen is dat, dat we het peloton direct achter de kopgroep krijgen en dat we geen achterblijvers krijgen.